toezicht met passie, hoe geef je daar nou in de praktijk vorm aan? Ik denk nou, passie, dat suggereert dynamiek, dat suggereert energie en dat suggereert in ieder geval geen krampachtigheid en een soort totale voorgeschrevenheid. En ik denk dat een van de wezenskenmerken van toezicht houden in deze tijd is dat je ongelooflijk bewust moet zijn van je omgeving en van je eigen rol daarin. En dat kun je alleen maar op een open manier doen als je dat oefent, als je wil leren van elkaar, als je kwetsbaar durft te zijn soms in wat je nog niet weet of niet kunt. En daar zijn deze bijeenkomsten buitengewoon geschikt voor. Levendige gesprekken op het scherp van de snede, waar iedereen ietsje rijker van thuiskomt.